Voor de slos? Voor de slos. Goedemorgen Albert. Goedemorgen Joey. Jij staat er dit jaar in een hele bijzondere hoedanigheid. Ja, ik heb de eer gehad om lintje te mogen ontvangen van de koning. Dus een hele grote verrassing voor mij. Ja, want dat heeft gisteren plaatsgevonden geloof ik? Gisteren heeft het plaatsgevonden en ik ben een beetje verrast. Want ik zou met mijn zoon naar Enkhuizen naar zijn werk gaan kijken. En toen zei hij tegen mij van, we gaan om 9:30 weg. Ik zei, nou, dat doe ik dus niet. Zeg, want we gaan om 9:00 weg. Dan gaan we onderweg een bakje koffie drinken en in de haven een visje eten. En dan ga ik bij je werk kijken. Toen kreeg ik een telefoontje na de tijd. Albert, dat wordt wel later, want jouw broer moet ook naar de tandarts eerst. Ik zeg, nou, dat vind ik helemaal niet leuk. Maar in ieder geval, 9:30 word ik opgehaald. En toen zei ik tegen Erik Paul, mijn zoon, waar is mijn broer? Ja, die staat te wachten bij de ING-bank. Wij met de auto in de ING-bank, geen broer te vinden. Toen zei mijn zoon, oh, misschien is hij wel bij het park aan kijken naar het monument. Dus het park in en toen was ik de klos. Toen had ik het door. Ja? Dat hebben ze creatief gedaan dan. Ja, heel goed opgelost hebben ze dit. Ja? En je had van tevoren echt helemaal niks door? Ik ben een hele tijd terug een keer gebeld. Toen vroeg iemand mij van de gemeente hoe lang ik bij voetballen was. Ik zei, nou, ik zei, al sla je me hartstikke dood. Zeg, ik weet alleen dat Erik Paul, toen wij verhuisd naar Erik Paul op school zat. En toen ging hij met Nick Jansen zo ging op voetballen. Ik zei, maar ik kan maar 20 jaar, 25 jaar. Ik zeg, al sla je me kapot. En verder nooit meer had gehoord. Sam, mijn kinderen hadden een speciale app aangemaakt om te zorgen dat ik niks te weten kwam. Woensdagavond na de verkeersregeling hier bij de gala zat mijn rechter een biertje te drinken. En toen vroegen ze mij van, wat ga je morgen doen? Dus ik hele verhaal weer van Enkhuizen. En iedereen zei, had in de natijd hoor ik van gisteren van de vorige instructie gehad van iemand. Denk erom, verpraat je niet voor Albert. Ja? Dus het was heel leuk natuurlijk. Ja? Ja, gaaf. En ik denk dat hij wel terecht verdiend is, want je doet echt heel veel voor Steenwijkerland. Ja, ik doe heel veel graag. Maar ja, ik ben niet graag de voorgrond. Hè? Ik gun het liever een ander. Ja? Zo ben ik hem eenmaal. Dat weet je ook wel. Ja? Is dit nou echt de kroon op je werk? Ik vind dit de grond op mijn werk en ik ga door. Ik zal zorgen dat ik nog veel meer kan doen als mijn gezondheid goed blijft in ieder geval. Ja? Nou, laten we daarvan uitgaan. Dankjewel Albert. Dankjewel Joey.